Wow. Jongen, wat een plek hier. Ja, 60ers die nog volop in het leven staan. Jullie zijn komen fietsen. Ik begin in bistro. Ik denk dat Joost onze hulp echt kan gebruiken. Helpen tot het af is. We zetten de klok 40 jaar terug. En we doen iets wat we nog nooit hebben gedaan, jongens. Ja, ik zie hier wel iets moois voor me, hoor. Het is in ieder geval wel een schitterende plek om nog iets van ons leven te maken. Vanaf nu betaal ik alles. Nee, ik kan het namelijk heel goed alleen allemaal. Prima zelfs. Dit moest het begin worden van mijn nieuwe leven. Het is mijn pand. En ik bepaal wat hier gebeurt. Ik wil gewoon gezelligheid. Tempo moet omhoog. Wacht nou even, voordat we iets doen wat we bij. Jongens, na 50 jaar zie ik mij genoodzaakt om de vriendschap op te zeggen. David! Ik zou het zo fijn vinden als ik de bistro helemaal af kon zien. Waarom? Je moet het vertellen, Daaf. Wat vertellen? Als je nu alleen vandaag nog zou hebben, wat zou je dan doen? Ja, precies wat we nu doen eigenlijk. Met vrienden zijn. Fietsen. En jij? Ik wil echt niks liever dan hier samen zijn met jullie. Waarop zullen we proosten? Op onze toekomst, op onze dromen. Proost. Proost.